Vorige week hadden we fly, maar nu onze Griekse topscorer het zo goed doet, Lucas. Dan is er maar één ding wat hierbij past. En dat is natuurlijk, kijk eens, een lekker broodje gyros. Oh. Kan mij lekker stinken. Oh, heerlijk. Lucas, op Jacky. Op VVV? Op VVV. Ik vind het op het dak doen een Griekse vet om te hebben. Hoezo? Zo'n bakje smaakt toch altijd lekkerder na zo'n week, hè, trainer? Wat is niet normaal wat we aan het doen zijn hier? Wat ja, jullie aan het doen zijn? Ja, het is hartstikke mooi. Maar van genieten, dan krijgen we wat clichés van mij, maar wel met beide voeten op de grond blijven. Want, het gaat allemaal zo, maar het kan ook binnen een week weer bergafwaarts met de wedstrijden die je nu krijgt. Moet je zorgen dat je er staat, want dan beloon je jezelf. Ja, en weer een belangrijke wedstrijd, maar eerst even terug naar die wedstrijd tegen Vitesse. Die eerste helft, dat was denk ik de beste die ik hier een jaar op de koer heb gezien. Heb je ook zo'n genoten? Ja, maar gewoon ook van de... Hoe moet ik het nou zeggen, de spirit, weet je wel, het goed compact bij elkaar spelen, het plan wat er lag. Jongens in de tactische uitvoering, het hartstikke goed gedaan. Wat is het plan dan? Hoe ga je zo'n wedstrijd in? We hadden natuurlijk, kijk, Vitesse is natuurlijk een lastige ploeg. Hè. Die spelen 5-3-2 of 3-5-2, hoe je het maar wil noemen. Maar en met vrij buiten, dus dat had ik in de voorbeschouwing ook al eens met Mazur en Tanane. Dat zijn jongens die lopen overal. Nou, maar vaak is het als ze in de as willen voetballen. Nou, dan wisten we ook met die twee backs, hè, dat zijn eigenlijk bij hun de buitenspelers. Mm-hmm. Laat die dan maar eerst vrij en zorg maar dat ze dan in je gaan lopen. En het centrum heel compact houden. En dat hebben ze echt fantastisch gedaan. Die assists waren mooi. Ja. Massage. Ja. Dat is ook lekker voor hem. Absoluut. 3 assists in 1 wedstrijd, maar dan heb je een spits erbij die toch 4 maakt. Heb je dat ooit wel eens meegemaakt, zo'n spits die zo goed in vorm is? Nee, maar ook gewoon het vertrouwen wat hij uitstraalt. Maar ook gewoon Ter Den Haag 4 goals maakt, nu weer 4 goals. Ter een ploeg, ja jongens, die gewoon tweede van Nederland staat. En die dit, volgens mij, 13 goals tegen hadden. Ja, we hebben een cadeautje namens de fans. Alweer? Ook, ja, alweer. Ja, als je zo blijft presteren, dan krijg je... Van de week ook al... taart had ik van je. Jazeker. Nou ja, maar deze is van de fans. Deze is niet van ons. Is een mooi, prachtige sjaal. Mooi jongens. Lees hem even voor. Nou, vertel eens. Nee, je zegt het maar. Altijd vooruit. Altijd voor VVV. Venlo voor altijd. Ja, mooi. Is toch prachtig, hè? Ja, dan moet je me even wel mee helpen. Dat heb je goed gedaan. Nou, doe hem even op. Ja, zeker. We zien de fans in ieder geval. We doen hem op. Dankjewel. En zeker voor de kleinkinderen wordt hij. Even die wedstrijd tegen Fortuna, belangrijke pot. Goede tegenstander ook. In punten ongeveer gelijk. Helemaal zelfde, gelijk. Ja. Zelfde. En natuurlijk ook hele goede flow. Ja, maar je hebt wel bewezen, je kan iedereen hebben. We kunnen met iedereen wedijveren. Yes, succes. Dankjewel. Dankjewel. Nou, Frans, ik zet nu even letterlijk op de plek waar de trainer net zat. Ik ben blij dat ik niet in het echt op de plek van de trainer zit. Want hoe kun je nou nog beter dan de afgelopen weken? Wat moet je die jongens vertellen? Ja, ik ga zo door. Vooral zo doorgaan. Wat zei hij bij de Sound McShaw? Ja, vooral zo doorgaan. Ja. Nou ja, dit is echt ongelooflijk, Lucas. En wat we de afgelopen week weer hebben gezien. Wacht even, dit gaat verder dan dit is. Ja, dit is ongeëvenaard. Dit kan gewoon niet. Dit is nog nooit gebeurd hier in Venlo. Nee. Dit is echt belachelijk eigenlijk. Wat het namelijk is, we gaan nu al. Eerst was het, oh ja, dat is zo lang geleden dat dat bij VVV gebeurde, weet je wel. Dan gaat het over Sleven en dan gaat het over de Meulemeester, de spitsen uit de jaren 50. Maar dan hou je het nog bij Venlo. Nu worden er al vergelijk gemaakt. Dit is niet meer gebeurd sinds Suarez, sinds Josie Altidore. Dus nu ga je in één keer al in andere orde van grootte praten. We hebben het de hele tijd over Björn Vlemix. Dat was dan ook in één keer zo'n fenomeen bij NEC. Weet je dat hij er maar 23 maakt? Ja, lachen zo goed. En we hebben het altijd over de Lucas Bremmers index. Dat is net zoveel punten als uit je wedstrijden. Want dan kom je 34-34. Dan hebben we het over punten. Ja. We hebben het dan nooit over doelpunten. Nee. Wat hier dus gewoon gebeurt, Lucas, dat is dat wij een spits hebben die meer doelpunten maakt dan dat je wedstrijden hebt gespeeld. Ja, maar, en dat klinkt heel zoet,
ze doen het met z'n allen, maar ze doen het echt met z'n allen. Ik vond die eerste helft die we speelden, dat is de beste die ik in jaren hier in de koer heb gezien. Ja. Wij overklasten de nummer 2 van de Eredivisie. Ja, die ook lekker staat te ballen normaal gesproken, hè? Ongelooflijk, hoor. Ik wist er niet waar ze het moest die zoeken. Massage, 3 heerlijke assists gegeven. Ja. Ja, maar het begint ook gewoon achterin, hè. Het staat gewoon goed. Ze hebben vertrouwen met de nieuwe jongens. Kirschbaum, je kunt hem iedere wedstrijd niet meer op een foute trap. Hij is gewoon ijzersterk. Alles loopt, alles duwt, alles drukt. Het collectief is goed. Maar dat vind ik ook de kracht van VVV. En ik denk dat daar ook de vaderlijke hand van de trainers, van Jai, van Mark Luipers, van Hans de Koning, zichtbaar is. Jongens, dagje genieten, maar daarna ook weer gewoon de ballen opruimen. Hè? Dus ik denk dat daar... Dat is mooi aan VVV. Tuurlijk, en dat past ook bij VVV. Het is allemaal leuk en aardig, maar wauw, hoe normaal die. Ja, hè? Want uiteindelijk, we vechten nog steeds net zo hard om bij die onderste plaatsen weg te blijven. Wordt wel een stukje makkelijker, want ook nu waren de uitslagen weer aan onze kant. We wisten, januari, de belangrijkste maand van cruciale het seizoen. Cruciale maand. Cruciale maand. Geweldig gedaan. We hoeven ons eigenlijk in ieder geval een heel stuk minder zorgen te maken. Die januari maand sluiten we af met een wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Tegen het vlindermets van de Vinkenhof. Daar is die weer, Roelie Jansen. Ik vind het mooi. Hij was geschorst, deed dus niet mee. Fortuna, toch weer gewoon winnen, hè. Ze winnen weer uit. Ze winnen weer uit. IJzersterk sinds Ulte daar zit. Maar goed, als wij zo spelen als we de afgelopen weken hebben gedaan, Lucas, dan hoeven wij voor niemand bang te zijn. Op naar de wedstrijd tegen Fortuna. Hopelijk weer 3 puntjes. En we gaan verder met deze. Gyros met Lucas. Ook leuk. Tot maken. We'll be right back.